Nederland in Mario Kart. Wie had dat gedacht? Ja, Birdo misschien. Ik bedoel, die kan ook gewoon in het oranje. Birdo op een blauwe beer. Dit is echt geniaal. We spelen de gloednieuwe fruitbeker. Met afslag Amsterdam, de rivieroever, Donkey Kong Ski Park en Yoshi's Island. Een gloednieuwe baan. Daar gaan we op afslag Amsterdam. Ja, de tulpen die zullen wel overal gewoon staan. Ik bedoel, Nederland is bekend om zijn tulpen. Dus daar zien we Amsterdam Centraal Station. We moeten daar linksaf en onder de bruggetje door. Of het tunneltje door. Het is geen bruggetje, het is een tunneltje natuurlijk. Wat? Oké, de trein die rijdt daar. Molens. Ja, uiteraard de molens. Oh, en de Yoshi, die weert gewoon eventjes mijn rode schildje af. We zien Monty de Mol. Die is ook weer van de partij. En dan kunnen we zo even een boostie pakken. Even deze baan leren kennen. Want ik heb hem dus nog nooit gespeeld, hè. Hij zat natuurlijk in Mario Kart Tour. Tijdelijk volgens mij. Daar is hij toen weer uitgehaald. En ja, nu zit hij gewoon in Mario Kart 8 Deluxe. Het is echt fantastisch. De trams die rijden daar ook heel vet. Want dat is natuurlijk ook Amsterdam. De trams. En dit was ronde 1. Ik ben benieuwd of de baan dan ook verandert. Want dat is bij sommige van die Mario Kart banen ook. Ja, kijk. We moeten nu opeens door het water. Door de grachten van Amsterdam. Ja. Dit hebben ze ook wel leuk verzonnen, want het is natuurlijk ook in Amsterdam. Overal water. En we worden hier opzij geblazen, zo. En dan moeten we naar links. Even een heel rondje onder water, joh. Oké, we kunnen hier bovenlangs en onderlangs. Ik ben dus nu lekker onderlangs gegaan. We worden hier opzij geblazen. Oh, daar gaan we, rode schildje met Birdo. Een van de nieuwe karakters dus in Mario Kart. En er komen er gewoon nog 5 aan. Laat even weten welke karakters jij heel graag zou willen zien in Mario Kart. En doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik bedoel, ja, dat is standaard. Dat hoef ik eigenlijk niet meer te vragen aan jullie, toch? Of wel? Want ik zie dat nog steeds een paar van jullie gewoon niet geabonneerd zijn. Hoe dan? Oh, ik wou over de stoep, maar dat kan niet. Hoe dan? Oh, daar zijn de tegenstanders. Die reden even de andere kant op. Ik zou het heel leuk vinden als Kamek bijvoorbeeld in Mario Kart 8 Deluxe komt. Dat lijkt me echt tof. Wow, dit is ook vet. Door de tulp heen. Petey Piranha staat er ook. Mensen denken ook dat Petey Piranha een nieuwe character wordt in de game. Maar ik denk het niet, omdat het dus al een wapen is. En hij staat ook al langs de zijkant. Maar Kamek lijkt me wel vet. Ik denk dat Pauline ook een hele leuke zou zijn. En die zal er toch wel komen. En hopelijk misschien Diddy Kong of zo. Dat zou ook wel lachen zijn. En we worden gewoon eerste. Tijdens onze eerste race in Amsterdam op 150cc. Let's go, Birdo. De tweede baan is de rivieroever van de Game Boy Advance. Hebben jullie die gespeeld? De Game Boy Advance versie? Ik heb die wel gespeeld, maar niet heel erg veel. Ik had die game wel. Ik speelde hem wel, maar ik speelde toch eigenlijk liever Pokémon op mijn Game Boy. Dat vond ik dan toch eigenlijk wel toffer. Ziet er wel echt heel leuk uit trouwens, deze baan. Heel tof. Oh, daar loopt gewoon een Piranha Plant. Die was goud. Kijk, ze lopen. Ze hebben ook zo'n mushroom. Wat gebeurt er als ik tegen hun aanrijd? Dan ga ik zeker spinnen, of niet? Ik ga het proberen. Ik ga het proberen. Wat gebeurt er als ik tegen hun aanrijd? Ik heb toch nog 2 rondes. Nee, dat is inderdaad niet de bedoeling. Ze laten dan wel die paddenstoel vallen die je kan pakken. Maar ja, dat is dan eigenlijk gewoon voor de tegenstanders. Oh, daar is een... Deze heeft een banaan. Dude, oh, dat wordt gewoon kapotgeschoten, joh. Nou, ik rijd even derde. Ik moet nu even gas geven. De eerste ronde was gewoon even kijken hoe alles eruit zag. En even kijken wat er gebeurt als ik tegen die plant aanrijd. Ik heb nu een red shell. Jeetje, dan ga ik ook weer precies door het gras natuurlijk. Yoshi, oh my god. Ik wou niet op Yoshi. Ik wou helemaal niet op Yoshi. Oh, hier staat iemand stil. Baby Mario stond stil. Oh my god, jij, ik ga jou pakken, jij Koopa Troopa Bowser vriendin Wendy. Tjongejonge, jij gold digger. Kennen jullie die video nog? De Gold Digger Wendy video. Volgens mij was dat de video dat ik een challenge voor mezelf deed. Dat ik alle muntjes moest pakken ofzo. Of het was iets met muntjes. Ik weet niet meer precies. Kijk hoeveel pech ik heb trouwens. Precies een bliksemstraal op het moment dat ik daar dat ik in de lucht hang en dan val ik weer in het water. Wendy, gaat heen. Gaat heen, Wendy. Ik heb een toeter. Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Daarmee toeter ik naar jou. Waarom pak ik die binnenbos? Ik speel echt slecht. Ik speel echt slecht. Ik moet nu even focussen. Ik heb nog niet de juiste koers gevonden op deze baan, jongens. Ik denk dat we dat wel kunnen stellen. Ik ga dubbele vraagteken pakken, zodat Wendy die in ieder geval niet kan pakken. Even de binnenbocht fixen hier zo. Ik heb nog een toeter. Dat is lekker. Het is een hele lange bocht. Het zijn best wel veel van deze lange bochten voor mijn gevoel. Ja! En weer eerste. Lekker dit. Ook wel een leuke baan hoor. Ik vond hem vet. Dan nu Donkey Kong's Ski Park
van de Wii. Nou, de Wii-versie die heb ik zelf echt heel weinig gespeeld. Alleen af en toe bij vrienden. Dus ik zal hem nog wel een klein beetje herkennen. Maar niet heel erg. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die de Wii-versie juist kapot hebben gespeeld. En super blij zijn dat er nu een Wii-baantje is. Oh, je kan er al naar beneden kijken. Dus je wordt naar boven geschoten. En vervolgens kan je al eigenlijk zien, terwijl je naar boven wordt geschoten, welke kant je op moet. En kon je ook zien dat ik een red shell op mijn hoofd kreeg. Volgens mij van Yoshi. Hé, Yoshi? Ik heb hier ook één voor jou, hoor, als we het zo willen gaan doen. Nou, ik pak even deze, denk ik. Zo. Volgens mij is het sowieso wel handig om al die speedboost te pakken. Oeh, hier kun je dus keihard vanaf donderen. Yoshi krijgt van mij even een red shell op zijn bakkes. Was het wel Yoshi trouwens? Was het niet Luigi? Ik weet het niet. Ik zag groen en ik denk, oh Yoshi, oh, hier moet je naar de zijkant. Oké, goed om te weten voor de volgende ronde. Komt goed jongens. We gaan voor rondje 2. We laten onszelf weer omhoog schieten. Dikke beam bam boom. Ik ga mijn bommetje daar neerleggen, denk ik. Precies hier voor Yoshi. Zou ik Yoshi ermee raken? Ik heb wel iemand geraakt, maar ik weet niet of ik Yoshi heb geraakt. Volgens mij, ja, wel. Wel, hè? Lekker, man. Overal ligt sneeuw. Ja, dit is dus gevaarlijk. Dit is niet echt heel chill. Dit deed ik niet goed. Hotse flots. Hots. Ja, oké. Eigenlijk moet je dus je muntje eigenlijk vasthouden, hè? Als je één wapen hebt en dat is een muntje, moet je eigenlijk je muntje even vasthouden. Want dat maakt de kans groter, of dat maakt de kans gegarandeerd dat je dan nu geen muntje zou pakken. Nu ik mijn muntje heb weggegooid, kan het dus zijn dat ik nu dus... wat zei ik nou? Ja, nu ik mijn muntje heb weggegooid, is er dus een kans dat je opnieuw een muntje pakt. Wat nu dus gebeurt. Nu zal mijn tweede wapen geen muntje zijn, maar een schildje of een banaantje. En dat is wat je wil. Want nu kan ik mezelf weer beschermen. Dus altijd je muntje eigenlijk even vasthouden op het moment dat je alleen maar één wapen hebt. Kijk, nu kon ik me lekker beschermen tegen die red shell. Kan ik hier de dubbele pakken. Dan zal het één muntje zijn inderdaad. En de andere is een wapentje. Ik pak elke keer dat randje sneeuw daar. Daar moet ik nog even wat op vinden. Dat is natuurlijk niet best. Tempo de Roberto. Kom op. Come on. Lekker! Ik weet niet hoe ver ze achter me zijn, maar ik denk zo, niet zo heel veel, want het is niet de perfecte race van mij. Nou, het is eigenlijk wel een Ik had paniek, jongen. Zag je dit? Ik dacht echt dat ik daar af zou vallen. Nu had ik natuurlijk dat muntje dus niet moeten opnemen eigenlijk, maar we zijn al bij de finish en er waren geen vraagtekens meer. Wow, maar Mario, baby Mario, staat vlak achter me. Echt vlak achter me. Freaking baby Marioni, jongen. Baby Mario staat nu op dit moment derde. Wendy tweede. We hebben 3 keer gewonnen. Dus ja, dit gaat wel lekker. En dan nu een gloednieuwe baan. Yoshi's Island. Oh, dit ziet er zo leuk uit. Kijk wat er allemaal is. Poochie zit daar bovenop die brievenbus. Je kan zo ver wegkijken. Oh, dit zag er echt heel leuk uit. Ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat dit de leukste uitzicht is van een Mario Kart baan ooit. Hoe dat eruit zag daar aan het begin was echt oprecht heel cool. Maar Mario die gaat wel hard. Vriendelijke vriend. Wat is dit nou weer? Ik word door Wendy genakt. Ik sta gewoon 5e. Iedereen die probeert mij even van apropos te brengen. Zo, wat was dat? Er was opeens vuur daar. Waar komt dat vandaan? Oké, hier naar beneden kan je deze speedboost pakken. Ik zie amper waar ik naartoe moet. We moeten hier naartoe. Yo, maar dit is... Deze baan is echt zo vet. Echt heel vet. Die geluidjes ook, die komen ook allemaal uit Yoshi. Oh my god, dat is... Waar komt het vandaan? Door wat werd ik geraakt? Yoshi's Islandbaan, dit is echt heel... Dit is mijn favoriete baan. Ik denk dat dit mijn favoriete baan gaat worden. In ieder geval qua looks. Ik kan nog niet zeggen of het mijn favoriete baan is om te racen. Maar hoe die eruit ziet, vind ik de tofste Mario baan ooit. Die ik gespeeld heb. Dit is zo cool. Dit is zo cool. Ik wil meer gloednieuwe banen. Eigenlijk wilde ik altijd van die retrobanen van vroeger die ik dan herkende. Zodat het lekker nostalgisch was. Omdat ik die vroeger heel veel gespeeld heb. En dat is natuurlijk super cool. Maar als dit het niveau wordt van de nieuwe banen, dan wil ik alleen nog maar nieuwe banen. Wat cool. Ik moet hem alleen wel even winnen. Want ik weet niet, Wendy gaat als een malle weer. Die denkt ook van ja, Rick, je kan een eindje wegpraten. Is hier nou een brug? Wat is dat? Dat is een shortcut of zo. Hoe kom je daar aan? Wat nice. Ik probeer even iedereen achter mij te schieten. Oh nee! Oh nee! Ik heb ze denk ik wel 1 keer geraakt. Ik heb sowieso Baby Mario 1 keer geraakt. Maar nu wil ik net lekker wegrijden. Dan krijg ik weer een bliksem op mijn hoofd. Potverdurie. Oké, die Krabby's eventjes omheen rijden. Dubbele vraagteken pakken. Oké, gelukkig. Ik betwijfelde even of ik hem had. Die muntjes trouwens. Daar zit ook een Yoshi hoofdje op. Zag je dat?
Kijk, als je goed naar deze muntjes kijkt, zit een Yoshi hoofdje op. Ja, ik wou even mijn kijkers de muntjes laten zien, Wendy. Moet je niet gelijk langs me heen rijden. Nee, niet nu een... Niet nu. Niet nu een blue shell. Maar volgens mij is Wendy ook geraakt. Volgens mij is Wendy ook geraakt. Het is de laatste... Oh, dit. Zo, dan moet je die pakken. En dan, juist, dan heb je een shortcut. Oh, dit is nice. Dit is heel nice. En dan kan je hier zo doorheen. Wat vet. Ja, man. De leukste Mario Kart baan ooit. Ik denk dat ik deze... dat stempel wel op kan drukken. Wat is jouw favoriete Mario Kart baan? Laat het weten. Ondertussen zijn we eerste geworden. We hebben natuurlijk nog een cup om te spelen. Die komt binnenkort ook op dit kanaal. Dus ga die video checken. Doe de duimpjes omhoog. Abonneer. En ik hoop jullie allemaal te zien hieronder in de reacties. Ik ga reageren. Vind ik leuk. Tot de volgende. Mazzel.